releases, specials. Flashback Party. Ja, welkom bij de RTV Zeeport special. Ja, de special. Zeker, met een bijzondere gast die al bij ons was in december. Maar het was toen zo kort tijd, hè, Richard? Ja, hij kwam te laat, hè. Ja. Maar er was een misverstandje tussen ons allebei, dus dat ja, ik stond toch op wintertijd of zomertijd. Of zo. Oh, zoiets, dat zou kunnen. Nou, oké. Maar ja. Onze gast is Johnny Laporte. En fijn dat je in de studio bent weer. Ja, heel graag. En dankjewel voor de uitnodiging. Heel graag. Namens mij en Richard, ja. Achter de knoppen. En we hebben dus een special rondom jou gemaakt met al je muziek. Mm-hmm. We gaan praten over je leven, over je inspiratiebronnen. De muziek door je hele leven geweven. Ja, over alles. Over alles. Je hebt een hele actieve tijd, want je hebt een soloalbum uit That's Me. Ja.
en een boek, een roman. Een Indische roman, zoals de uitgever dat zegt. Ja. Ja, zeker. En nou, je al zegt Indische roman. Je bent geboren in Medan, Sumatra, Indonesië. Klopt. Ja, 1952. 1952. En ik geloof al 6-jarig jongetje naar Nederland geëmigreerd, hè? Klopt. Ja, ja, met mijn ouders uiteraard. En het hele gezin. Ja. Haarlem Noord. Haarlem Noord, ja, precies. En je zei eerder al, dat kon ik ook lezen in de verslagen over het boek, van dat in je roman best wel veel herinneringen van je leven en jongere jaren terugkomen. Ja, 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 dat heb ik dan verweven bij de personages die ik dan verzonnen heb. Maar waarbij dus al die dingen werkelijk gebeurd zijn eigenlijk bij ons gezin. Ja. En ik beschrijf dan ook hoe een Indisch gezin in de jaren 60 eruit zag. En, ja. Dat ruik je ook, hè, met een knoflook en allerlei specerijen. Specerijen met name, ja. Ja. En dat zal wel een overgang geweest zijn, denk ik, om op Hollandse bodem met de Nederlandse cultuur in aanraking te komen. Ja. Nou ja, goed, kijk, als je zo jong bent, dan realiseer je dat niet. Dat je op een gegeven moment een heel ander, een ander leven tegemoet gaat. Het was natuurlijk allemaal heel, heel vreemd voor ons. Het was koud. We kwamen aan en het sneeuwde. Het was in april, maar het sneeuwde nog steeds. Ja. En toen werden we opgevangen in een pension. Ja. En eigenlijk schrijf ik veel in het boek over pensions. Ja. Dat is eigenlijk gewoon het thema. Ja. En dat boek, waarover later nog veel meer, heet Zwijgen, Zweeg, Gezwegen. Mm-hmm. Dus daar gaan we straks nog uitgebreid op in. En net begon het gelijk al met muziek uit een van de bands waar je al jarenlang bij zit. Jullie hebben nu een afscheidstour, Barrel House. Mm-hmm. Barrel House neemt afscheid van het publiek. Ja. Om op 1 januari 2025 de stekker eruit te halen, zeg maar. Mm-hmm. En we begonnen met Harris County line-up. Ja. En ja, dat. Herinneringen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, dat was het begin van Barrel House. Ja. Waarbij we meteen al op de LP een nummer van Albert Collins hebben gezet. Die volslagen onbekend was toen. Mm-hmm. En voor ons ook, want pas jaren daarna. Toen maakten we pas kennis met Albert. Ja, precies. Maar dit nummer van hem, dat is instrumentaal. En ja, dat vonden we zo leuk en zo goed. En nog steeds, nu ik het zo hoor weer, denk ik, jeetje, we moeten het weer gaan spelen, weet je wel. Oh, leuk, ja. Ja, lekker nummer. Het klinkt wel lekker. Ja, toch? Ja, toch? Ja. Ja, ja, zeker. Ja, dus ik begreep ook al dat van jongs af aan er al gelijk muziek in je leven was, met verjaardagsfeestjes. Ja. En ja. Zoals in de Indische cultuur, van veel en lekker eten, muziek, dansen. Ja. Ja, maar goed, dat heeft ook een reden, hè? Want men, natuurlijk, de Indische mensen willen graag die sfeer van vroeger, die ze meemaakt in Indonesië, willen ze meenemen. Mm-hmm. En eigenlijk zoveel mogelijk vergeten. Ja. En gewoon verder, weet je wel. En dat, een aantal mensen doen dat met feestjes. Bij ons was er wel iedere maand een reden om te zeggen, nou, het is een feest, weet je wel. Ja. Natuurlijk vrij veel kinderen, 4 kinderen en allemaal verjaardagen. En ooms en tantes die ook allemaal jarig waren. Dus ja, we hadden regelmatig, dan gingen wij dus lekker feesten. En dat betekent gewoon eten, drinken en dansen. Ja, zo is het. En muziek maken. Ja, en muziek, dat was er volop. Is er volop in je leven, want bands als John the Revelator. Mm-hmm. En de Oscar Band en Blues Band. Klopt, klopt. Oscar Benton, die stond op een gegeven moment bij jullie aan de deur, hè? Ja, ja, dat was wel heel grappig. Kijk, met John the Revelator, dat was de band die bij ons thuis kwam. Omdat Guus daarbij speelde. Ja, je broer. Ja. Mijn broer, Guus. En op een gegeven moment was er aanleiding om te zeggen van voor John the Revelator om een ander gitarist te nemen. En toen was Guus dus, zat hij thuis. Hij had geen band. Mm-hmm. En 3 weken daarna, toen stond Oscar voor de deur.
En die had gehoord dat Guus dus vrij was. Ja. Nou, en die ging meteen naar hem toe. En die vroeg hij van, nou, heb je zin om bij mij in de band te spelen? Want ik mis nog een gitarist. Want ze waren met z'n vieren eigenlijk, ja. Oscar. En hij wilde toch een beetje veranderen, een beetje meer vullen. En toen heeft hij Guus gevraagd. Dat was heel fijn natuurlijk voor hem. Ja, zeker. Maar later viel jij hem ook op? Ja, ja. Later toen... dat was een heel gedoe. Dat was het ook weer. Ja, toen kwam ik er ook bij. En, maar niet omdat... dat was een wisseling van drummer. Oscar die wilde een andere drummer hebben. Op verzoek van de platenmaatschappij uiteraard. Want Danny Lent, de oorspronkelijke drummer, was natuurlijk een geweldige drummer. De enige shuffelaar die in Nederland bezit. En die moest de band verlaten. Veld ruimen, ja. Ja, voor een andere drummer. En bij die wisseling van drummer, toen kwam ik erbij. Want toen gingen we in Duitsland spelen. En Oscar die vroeg, nou, heb je zin om mee te gaan? Ik zeg, ja, natuurlijk heb ik zin om mee te gaan. Mm-hmm. En, maar hij had een heel groot plan, namelijk. Althans, een plan 2. Want die drummer die ging spelen, maar dat ging voor geen meter. Het vertraagde, het versnelde. Hij speelde heel andere dingen. Mm-hmm. En toen heeft Oscar in de pauze de hele band omgegooid. In de pauze nog, ja. In de pauze. Dus je moet je voorstellen, in Dortmund een soort paradiso. Ja. 2000 man. In de pauze gaat Oscar alles omgooien. Ik kwam erbij, een keer nagaan. Mm-hmm. Ik had nauwelijks ervaring eigenlijk op het podium en zo. Ik had wel een schoolbeentje, maar dat was het, weet je wel. Ja, ja. En Jan Willem, die moest gaan drummen. Want die kon ook drummen. Dat was oorspronkelijk drummer. Die speelde daar bas. Guus zei hij tegen ja, jij gaat bassen. Dus Guus had nooit gebassen of zo. Maar ja, hij moest wel, weet je wel. Ja, ja, dus het publiek zag een heel andere band in de tweede set. Ja, geweldig. Wat een verhaal. Ja, en sindsdien ben ik er ook bij gebleven, inderdaad. Ja, mooi. Ja. En later zou nog Oscar volop op je pad komen. Want je hebt naar Oscars wens nog... Eerst wilde hij één album nog opnemen. Eén. Zijn latere jaren, maar het zijn er twee geworden. Mm-hmm. En iedereen kent natuurlijk wel Bensonhurst Blues. Ja. Maar je hebt later op het album I Am Back... Mm-hmm. heb je Bensonhurst Blues Revisited opgenomen. Dat is een hele andere versie. Ja, dat is een andere versie. Omdat, kijk, ik wilde eigenlijk geen Bensonhurst Blues opnemen. Mm-hmm. Maar de platenmaatschappij die stond erop. En toen zei ik, van, nou, dan draai ik wel 180 graden om. Ja. Dus het werd mijn eigen versie eigenlijk. Althans, naar mijn smaak. Ja. En ik vind dat dit heel goed gelukt is. Dat vind ik ook. We gaan naar luisteren. Neem ik aan. Ik hoor nog niks. Hij speelt wel af, maar... Een of andere schuif nog die open moet. Hij wil hem niet afspelen. Even kijken hoe we dat gaan oplossen. Is dat allemaal goed in ieder geval? Dus? Nou, laten we in ieder geval nog eventjes verder praten. Oké, okay. Ik ga eventjes verder zoeken. Ja, super. Op YouTube staat hij geloof ik ook nog. Of in ieder geval... ja, ik vond het indrukwekkend. Allebei die albums. Want zoals je weet... heb ik zo een beetje meegekregen hoe je beetje bij beetje met Oscar opnam. De verschillende songs. En dat heeft twee mooie albums opgeleverd. Is er iets wat je daarover wil vertellen uit die tijd? Ja, nou ja, het was natuurlijk een hele vreemde tijd, de tijd niet, maar de manier van opnemen. Kijk, Oscar was toen heel gebrekkig, gewoond in een verzorgingstehuis, zoals je weet. Mm-hmm. En, maar ja, hij,
was heel erg, geïsoleerd. Mm-hmm. Hij was in zichzelf gekeerd. Er zijn nog maar een paar woorden per dag of zo. Maar op een gegeven moment merkte ik, toen ik regelmatig bij hem kwam, dat hij nog kon zingen. En toen, dat heb ik toen uitprobeerd. Kijken in hoeverre dat nog te ontwikkelen was. En dat ging hartstikke goed. En daardoor, was het een soort wederopstanding van Oscar Benton, weet je wel. Ja, dat wilde hij zo graag. Ja. En als ik me goed herinner, was dat ook met dat hij My Way begon te zingen van Frank Sinatra onder andere. Ja, dat is eigenlijk het eerste wat ik hem heb laten zingen. Want van kijken hoe dat ging. En dat heeft hij toen in dat kleine kamertje in het verzorgingshuis heeft hij dat gezongen. En de wanden stonden bol. Ik bedoel, ik was zo, het was zo goed wat hij deed. Geweldig. Ja, absoluut. En kijk even naar Richard achter de knoppen of er... Nou, het wil niet echt geluid uitkomen, geloof ik. Dus, hebben we een andere optie met iets van muziek? Ik heb wel de originele. Doe die maar dan, hè? Ja hoor, dat is goed. Ik krijg geen geluid uit. Nou. Oh.
Ja, dat is toch... We zeiden Bensoners Blues Revisited. Mm. Maar het werd toch nu een van de versies van Bensoners Blues. Ja. Johnny zei al van, het is niet de eerste versie, maar later opgenomen versie. Ja, het is eind jaren 80 opgenomen met de toenmalige Oscar Bretton Blues Band. Ja. Dat hebben we toen in Brussel opgenomen, inderdaad. Ja. Ja, dus in verschillende bezettingen heb je nog met de Oscar Band en Blues Band getoerd. Mm-hmm. En wat ik al vertelde, twee albums met Oscar gemaakt. Mirrors Don't Lie en I'm Back. Maar wat als je nu zo met zo'n afscheidstour terugkijkt... Mm-hmm. met onder andere de periode Barrel House... Mm-hmm. of met de Oscar Band en Blues Band, van, is er dan een moment wat er voor je uitspringt? Dat je denkt van, nou, dat was iets waar... we onszelf wel mee overtroffen met wat we dachten dat we konden? Of... Nou ja, een aantal momenten zijn toch wel heel belangrijk voor ons geweest. Het eerste moment is eigenlijk gewoon om met Albert Collins kennis te maken. Mm-hmm. Op een hele mooie manier, want wij mochten voor Tross Session, van de Tross eigenlijk... Oh ja. Mochten we een Amerikaan uitkiezen om met ons mee te doen. Ja. Die gingen wij dan begeleiden. Nou, toen dachten we, jeetje, wie moet je kiezen, weet je wel? Dat is heel moeilijk, want het waren er best wel veel. Toen vroegen we, dachten we, nou, Otis Rush. Ja. Dat was toch toen een heel, die was top of the bill. Maar die wilde niet vliegen, helaas. Oh, ja. Nou, toen kwam Han met het voorstel om dan Albert Collins te vragen. Die was wel volslagen onbekend, maar wij kenden hem al. We waren zijn LP's en zo. Je wist hoe goed hij was. Ja, die kwam heel graag. Ja. En toen was het helemaal feest eigenlijk met de man. Geweldig. Ja, dat was ook, dat levert ook mooie televisie op. Hè? Dat was wel echt een boost, gaf dat aan jullie carrière. Ja, wat een, hij is, naast dat hij een hele goede muzikant is, is hij ook een enorme entertainer. Zoals hij dat zijn nummers brengt en zo, weet je wel. Ja, het is echt geweldig. Ja, typisch Amerikaans. Ja, mooi. En dat televisieoptreden, dat las ik, dat was 2 februari 78. Oh, ja, dat zou kunnen, ja. Dat is even geleden. Ja. Ja, en een ander nummer, dat is Beware, waar we zo naar gaan luisteren. Ja. Dat was ook wel een nummer wat volgens mij de kop opstak bij veel mensen. Ja, klopt. Beware is eigenlijk voor, wat mij betreft, en ook voor de band, gewoon... Ja, het nummer van Barrel House. Mm-hmm. Daar zijn we ook, dat spelen we nog steeds heel graag. En min of meer zijn we daar ook een beetje bekend toe geraakt. Ja. Yeah. En het was ook de bedoeling dat het singeltje het ging maken. Maar helaas, toen de Rolling Stones met een fantastisch nummer op hetzelfde moment uitkwam. Mm. Ja, toen moesten wij natuurlijk het onderspit delven. Ja, precies. Ja, maar goed, kijk, daar hangt het niet van af hoor. Maar ja. Ik weet het niet. Ik vind het een geweldig nummer. En het heeft het toch niet echt gehaald. Die hitlijsten, aan de andere kant kun je afvragen... of je dat wel leuk vindt om een hit te hebben. Ja. Want hoe hoger je gaat, hoe harder je valt natuurlijk. Ja. Want dan moet je weer een tweede hit hebben en een derde. En ik denk dat... Ja, wij zijn al 50 jaar bij elkaar. En mm-hmm. ik denk dat het komt omdat wij geen hit hebben gehad. Gek, hè? Ja, dat zou zomaar kunnen. Want soms dan, als je het hebt gehad... dan blijven mensen ook je herinneren op die manier. Mm-hmm. En dat heeft dan minder creatieve vrijheid... dan als je gewoon zo je eigen repertoire speelt. Ook. Maar ook, denk ik... als je zo bekend bent... dan kijk, wij waren allemaal in die hele periode... zeker in het begin... we waren allemaal een hele drukke baan erbij. Mm-hmm. Ja. Eigenlijk was het een uit de hand gelopen hobby. Hè? Ja. Dus die drukke baan, die moet je gewoon opgeven als je een hit hebt. Mm-hmm. Want dan speel je alleen maar, weet je wel. En je moet hier spelen, daar spelen, weet ik veel. Ja. Dus dan zeg je je baan op en dan wordt het opeens heel moeilijk. Dus mm-hmm. daarom zei ik van, nou, het is maar goed dat we geen hit hebben. Want anders dan zat ik hier niet. Nee, precies. Ja, en Beware, voordat we naar gaan luisteren... ik heb begrepen dat ook de 11-jarige Kenny Dulfer... met het nummer meespeelde toen jullie op het podium stonden. Ja, een hele tijd... toen was het nummer al
al lang uit eigenlijk. En ja, Hans speelde ongeveer 2 jaar zo nu en dan met ons mee. Mm-hmm. Soms eigenlijk wel heel vast. En op een gegeven moment kwam Hans naar ons toe. Die zei van, ja, ik heb mijn dochtertje is 11. En ze kan ook aardig saxofoon spelen. Mag ze meedoen? Mag ze de solo blazen in Beware? Ja, dat hebben we natuurlijk toegestaan. Het was geloof ik ergens in Breda toen. Mm. Maar op de LP-versie staat natuurlijk Hans met een geweldige solo. Nou, we gaan er nu naar luisteren. Beware. Bye.
Ja, dat noemen we radiostilte. Ja, beware ja, van... Ja, 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 we waren even bezig met de koffie. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Ja. Beware van Barrel House luisteren we naar. En ik dacht dat de naam Barrel House komt van oorspronkelijk Barrel House Bailey, toch? Ja, klopt. Dat is de naam van Han. Die Oscar heeft hem die naam gegeven, Barrel House Bailey. En toen we zochten naar een naam voor ons nieuwe band in 1974... ja, toen dachten we, nou, dat moet gewoon Barrel House worden natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat is een mooie naam. Zeker. En zo ook je broer Guus, die werd Gus Laporte. Gus Laporte, ja, ja, ja. Niet Guus, maar Gus Laporte. Ja, en vandaar dat het voor de hand lag dat... Johnny werd. Johnny Laporte, ja. En ja, ik vind het een hele mooie naam. Ik ben er echt trots op. Ja, zeker. Klinkt ook heel goed. En we zullen je burgernaam niet verklappen. We houden het gewoon bij Johnny Laporte. Nou, dat maakt niet. Nee, dat is heel belangrijk dat iedereen ook weet dat het mijn echte naam. Ja. Dat is niet Johnny Laporte. Maar ik heet John Rijken. Ja, precies. Ja. Ja. En, nee, voor allebei speel je een bepaalde rol, of ben je net weer even anders dan, hè? Ja, klopt, klopt. Ja. Dus we gaan natuurlijk zo meteen uitgebreid hebben over je boek, maar en over je soloalbum nog even. Yes, maar, ja, die twee hebben met elkaar te maken. Dus ja, daarom. Als we praten over het boek, zou je ook intussen ook een nummer kunnen draaien van het boek. Tenminste, van het album. Ja, gaan we zeker waarbij doen. Waarbij de tekst dan gerelateerd is aan het boek. Ja. Ja, mooi. Dus dat gaan we zeker doen. Moet je maar even vertellen straks van als iets ter sprake komt, welk nummer dat het meest geschikt is om daarbij te laten horen. Dat is goed. En zoals al veel schrijvers de vraag krijgen van wat inspireerde je om het boek zwegen te schrijven? Was er een bepaalde aanleiding voor? Of kwam het in één keer bovenborrelen zo? Nou, totaal niet. Ik had helemaal geen inspiratie. Ik ben gewoon een keertje begonnen met het schrijven van een verhaal. Mm-hmm. En ja, dat ging zo lekker. En ik kon het niet meer ophouden. Dat was in het begintijd van de coronaperiode eigenlijk. Oh ja, ja. En ja, het was... Ik vond het heel leuk om gewoon te schrijven wat in me opkwam. En dus als je aan mij vraagt van, ja, wat heeft je nou geïnspireerd? Nou, niks. Misschien wel mijn hele leven. Want eigenlijk een aantal periodes of dingen die ik heb meegemaakt, die staan in het boek inderdaad. Ja. Maar dat was niet per se de bedoeling om dat te doen. Maar ik wou gewoon, gewoon eens kijken hoe dat ging, dat schrijven. En dat is... ook omdat ik destijds bezig was met het boek van Oscar Benton, hè? Want ja. Peter Bruin. Dus daar had ik veel contact mee. En toen dacht ik ook van, hoe is het nou om een boek te schrijven? Ja, ja. Dus zodoende eigenlijk. En na twee maanden had ik een heel goed verhaal. Ja. Dan was ik klaar met het hele boek. Zeker, het is een vrij dik boek geworden. Heel mooi uitgevoerd. Ja, bijna 500 pagina's. Ja. Een Indische roman, Zwijgen, Zwegen, Zwegen. Mm-hmm. Ja, en de achterflap, ik heb maar even bijgepakt. Ja. Dat spreekt tot de verbeelding, vind ik. Zwijgen, Zwegen, Zwegen is een verhaal in drie episodes. Mm-hmm. Dat begint als een realistische familiegeschiedenis over generaties Indisch zijn, de repatriëring. Mm-hmm. En gaat over Indische Nederlanders die met trauma het voormalige Nederlands-Indië ontvlucht zijn en aan de poort staan van een nieuw ongewis leven. Liefdesgeschiedenissen, verboden liefde, jaloezie, vreemdgaan, een buitenechtelijk kind, mm-hmm, weemoed, verdriet en vriendschap komen langs. Ja joh, vandaar die 500 pagina's. Ja, er zit al heel wat in. Ja. Gaandeweg doet zich suspense zijn intrede en ontwikkelt de roman zich tot een crimi, tussen aanhalingstekens. Ja. En welhaast episch misdaadverhaal met tal van thriller-elementen. Juist. De diverse verhaallijnen kronkelen als slangen door elkaar en de spanning neemt alleen maar toe bij de passages waar Guna Guna
en de stille kracht hun rol in het verhaal opeisen. Ja, een misdaadroman en een heldenverhaal in één. Ja. Je debuutroman, dus dat suggereert dat er misschien nog wel meer komt. Nou, ik vind dit wel, alvast om mee te beginnen, hele pil. Nee, maar kijk, die drie episodes, dat is, dat klopt wel. Maar dat, ik geloof dat het leven ook uit drie episodes bestaat. Mm-hmm. Je bent eerst thuis en dan ben je, word je goed verzorgd door je ouders en noem maar op. En op een gegeven moment tussen je 20ste en je 30ste, of misschien later, maakt niet uit. En dan ga je de deur uit om zelf keuzes te maken. Ja. Om zelf links of rechts af te gaan. Om zelf fouten te maken eigenlijk. Nou, ja. En zodra dat zich aandient bij deze hoofdpersonen, gaat het leven er opeens heel anders uitzien. Vandaar dat dat boek ook qua verhaal een heel andere wending krijgt. Je zou denken van nou, het hele boek is zo zoals het in het begin is, maar dat is dus niet zo. Nee. En het, nou, ik vind het heel verrassend dat het zo is ontstaan. Ja, ik kan me voorstellen. En ik heb het nog niet gelezen. Mm-hmm. Je vroeg net, heb je het al gelezen? Ik zeg, nee, dat nog niet. Voornemens om het gauw te lezen. Maar ik heb al wel veel artikelen online en reacties op het boek gezien. Ja. Lovende kritieken, zeker voor een debuutroman. Zeker, ja. Ja. Met name dat die recensie die in de Volkskrant stond, dat is natuurlijk wel, daar ben ik wel enorm trots op. Ja. Dat was geweldig, ja. Ja, mooi. En al die recensies die staan ook op mijn website. Ja, je website is jlpbluesmusic.com. Klopt, ja. Daar zat alles in eigenlijk. Ook de teksten van That's Me, die kun je allemaal downloaden. Het is een hele mooie website gemaakt door Jan Blauw. Ja, ziet er heel mooi uit. En je noemde al even dat je soloalbum That's Me eigenlijk gekoppeld is of samenhang heeft met je boek. Ja, nou, het zijn twee los van elkaar staande elementen. Maar de teksten die ik dan gebruik in That's Me, die zijn sommige zijn gerelateerd aan het boek. Mm-hmm. Dus hele passages, ja. En dat is ook ergens wel logisch natuurlijk. Ja. Want er staat zoveel in het boek. Dat kun je dan mooi gebruiken voor je tekst. Zeker, ja. En voordat we zo verder praten over je boek, welk nummer van jouw soloalbum zou je de luisteraars graag willen laten horen als eerst? Ja. Dat zeg je wat. Heb je alles paraat? Ja, de cd hebben we in de speler zitten. Ja. Ik had deze ook last aan. Oh, die heb je ook nog. Dat is nog van Berlhoff. Ja. Ja. Dat was nummer 2, Almost There. Wat wil je, Mark? Had je deze ook erin zitten? Die zit er ook in. Oké. Okay. Dan kijken we eventjes, want het is... Zeg het maar. Ja, nou, ik vind het wel leuk om met iets vrolijks te beginnen. Dat is het eerste nummer, Waiting. En dat vind ik altijd wel heel gezellig. Het gaat trouwens ook, dat is een van de thema's in het boek. Mm-hmm. Is het vreemdgaan. Oh ja. Dat is een van het, nou ja, niet dat het hoofdthema is, maar goed, dat wordt ook behoorlijk besproken. En Waiting, dat gaat er ook over. Iemand die dacht vreemd te willen gaan, maar dat liep helemaal verkeerd uit. Oh. We gaan naar luisteren. Waiting. Ik ga maar zitten. You're waiting. Ja. I'm waiting on that railroad track. Yes, I'm waiting on the railroad track. Cause my baby, ooh, my baby, she's coming back. Thank you.
Ja, daar zijn we weer. Ja. Waiting van het soloalbum van Johnny Laporte, That's Me. Ja, ik vind het wel een lekker nummertje. Lekker nummer, hè? Ja. Lekker, hè? Ja, ja, zeker. Heel mooi, ja, John. Dat is een enorm compliment. Weet je dat ik, Ries, dat ik alles gespeeld heb? Ja. En alles gezongen heb erop? Ja. Ook de drums ingespeeld, maar niet op achter een echt drumstel. Maar dan heb je daar geprogrammeerd voor. Geprogrammeerd. Ja, ja. Ja, wauw. Helemaal zelf gedaan. Dat is super. En ook zelf opgenomen. Nou ja, dat, net als bij Oscar natuurlijk. Ja. Alleen nu niet zinnetje voor zinnetje. Nee, dat gaat echt iets soepeler. Dus, nee, mooie ja, songs. Daar ben je over een jaar nog bezig. Ja, nee, ja, inderdaad. Met al die teksten. Nou, ja. Ja. Klopt. Nee, heel mooi. Dus, ja, we hadden het ook al even over je boek, je roman. Zwijgen, zwegen. Mm-hmm. En Ik vind het een moeilijke titel. Ja. Moeilijk. Ja. Ja. Ik kan het niet onthouden. Nee. Nou, dan zullen we er maar over zwijgen. Is dat een goed idee? Ja, laten we er over zwijgen. Mensen die het kunnen onthouden zeggen gewoon dat grote, dikke, blauwe boek met die witte letters van Johnny Laporte. Weet je trouwens waarom dat boek blauw is? Ik weet het niet zeker. Nee, misschien de oceaan of... Nee, dat heeft te maken met de Nederlandse vlag. Oh. En het blauwe gedeelte, dat is Nederland. Oh, oké. Okay. Want de Indonesiërs, die hebben toen ze onafhankelijk werden... Hebben ze hun vlag rood-wit gehouden. Dus geen blauw. Aha, ja. Dus, ja. Oh. Nou, die betekenis heeft het dus. En vandaar dat ik dit, dat ik ook zeg dat de blauwe hap... Hè, dat noemt iedereen het Indische eten. Dat is dus niet zo. De blauwe hap is wat mij betreft gewoon stamppot. Ja. Hollandse hap. Hollandse hap die je tegenkwam toen je als 6-jarig jongetje... Of later in Nederland kwam. Ja, klopt. Oké, interessant. Mooi. Ja. Dus, maar zou je ons een beetje op sleeptouw kunnen nemen... naar aanleiding van een verhaal of... zonder nou al te veel weg te geven van het boek? Dat je kan zeggen van een bepaald karakter of iets waar je zegt van... nog een beetje, je noemt al een paar dingen... maar iets over de essentie van... karakters in het boek? Nou ja, kijk... het werkelijke Indische gedeelte zit in episode 1.
Mm-hmm. En het boek begint ook in Indonesië, tijdens de oorlog. En na die oorlog, toen kwam er een hele bloedige periode. Mm-hmm. Waarbij dan met name de jeugd, de Indonesische jeugd, in opstand ging. En zelfs opgeleid door de Jappen. Mm-hmm. Zelf aan het moorden ging. Ja, want ze vonden inderdaad dat alle Nederlanders moesten weg. Ja. En die werden dan ook kopje kleiner gemaakt, zeg maar. Weet je? Dat ging echt heel wreed aan toe. En dat kwam niet zomaar, want drie eeuwen lang onderdrukking. Dat heeft ze tijdens de oorlog aan het denken gezet. Ja. En met name de jeugd, de jongeren, vanaf het jaar 14, 15, 16. En ietsje ouder natuurlijk ook nog. Ja, die gingen gewoon ten strijde. En zo was ook dan de hoofdpersoon die ik hier beschrijf, mm-hmm. Joachim Broekhuis. Die was daar min of meer een soort. Die was daar de dupe van. Ja. Kijk, hij mocht van zijn ouders niet de deur uit. Maar hij deed het toch. En ja, dat werd hem noodlottig. Noodlottig, niet hem, maar dan wel zijn naaste mensen die. Die zijn gewoon ook helaas om het leven gekomen. Ja. Maar goed, het klinkt allemaal heel erg bloederig. Maar voor de rest, het boek op zich zit vol humor. En ook wel een heel serieuze aanpak van dit soort zaken. Het boek, er zit ook veel, het gaat veel over eten. Ja. Indisch eten. Ja. Makanan. Makanan. Ah, doe daar lekker zacht deze. Nee, maar inderdaad, dat zit er ook bij. Maar je moet, als je het leest, gewoon honger krijgen. Dat is natuurlijk. Oké. Okay. Dat is wel een leuke inzet. En vervolgens, in de volgende episodes, dan ontpopt zich een heel ander verhaal. Waarbij ook gevechten plaatsvinden en omzoeken. Maar die gevechten moet je met een knipoog zien. Want het lijkt allemaal heel erg. Heftig, maar het is het dus niet. Het is echt een beetje over de top geschreven. Net zoals Tarantino eigenlijk bij zijn films dat soort dingen aanpakt. Ja. Dus dat vond ik ook heel leuk om te doen. En het verhaal, dat is gewoon. Ik vind het gewoon een heel goed verhaal. Er zijn een aantal verhalen dwars door elkaar. Dus je moet gewoon goed opletten als je gaat lezen, Mark. Ja. En dit is een goede disclaimer vast voor. En je zei net van er is een. Een nummer, We Gotta Tie Her Down. We Gotta Tie Her Down, ja. Het klinkt allemaal heel erg anti. Niet vrouwvriendelijk, Tie Her Down. Ja. Maar het is juist het mooiste liefdesliedje wat ik ooit geschreven heb. Het gaat over dat iemand die houdt zo erg van zijn vrouw. En hij kan haar niet missen en hij zou niet weten wat hij moest doen als zij weg zou zijn. Dus vraagt hij onze lieve heer om haar vast te binden met hem. Dat klinkt mooi. We gaan er naar luisteren. Oké. Mooi. Ik heb hem klaarstaan. Mooi. The band's playing love songs through the night. Dancing clothes, we were alright. Our everlasting
live. Oh Lord, help me please. We got to tie her down. Ja, mooi. Ja, we heb got it. Heb je het gehoord, die tekst? Ja, ja. Origineel, wat je er ook over vertelde. Ja, ja, zo snel gaat de tijd alweer. Mm-hmm. En ja, we moeten alweer afronden, Johnny. Ja. Barrelhouse die heeft dus afscheidstour, dus daar kunnen we jou ook nog zien. De laatste plaats die nog beschikbaar zijn met de concerten. Ja, want het, de meeste zijn uitverkocht. Ja. En de tweede helft van dit jaar, die optredens, die gaan we binnenkort publiceren. Dus daar zal nog wel een heleboel plekken zijn. Maar, ja. De eerste half jaar is vrijwel overal uitverkocht. Ja, goed teken. Nou, op jouw website www.jlpbluesmusic.com alles over Johnny Laporte, onze gast van vanavond. Hij treedt ook nog op met Johnny Feel Good. Met nog een andere bezetting. Solo gaat nog komen. Lees zijn roman Zwijgen, Gezwegen. En dan dank ik je dat je in de studio wilde zijn vanavond. Ja, heel graag gedaan. Ik bedoel, en jullie bedankt, want het is altijd feest hier. Hè? Dat weet je. Ja, zeker. We hebben het naar onze zin. En fijn. Richard van Dorp weer achter de knoppen. En we gaan eruit met, hoe toepasselijk... Je hoort allemaal op de achtergrond. At the end of the book. Ja. Het boek doen we voor nu even dicht. Ja. Heel fijne avond nog. John, bedankt. Okay. En tot de volgende keer. In the end, we all know, by the sparing light of a candle, the priest was reading his Bible. He spoke to the Lord, forgive me, punish me, I'm a sinner. The good Lord punished him by the boy who grabbed him to the graveyard. No fear that he fell, there was no harm, he was a sinner.